Merry Christmas! Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van My Daily Dinner. We gaan weer een kerstgerechtje maken en dit keer is het een voorgerechtje. Namelijk mijn eigen bedachte bietenbel. Een bietencarpaccio met rozenolie. Wat hebben we daar nodig voor deze bietencarpaccio? Nou, we beginnen met een gele en een chuggia biet. Chuggia biet is een biet waarbij die binnenkant zijn rode en witte kringen. En een gele biet is een gele biet. Dus het is natuurlijk logisch. Wat we hiermee gaan doen, die gaan we eerst even een half uurtje koken. Dus zet even een klein pannetje op met kokend water. Dan gaan we die daarna schoonmaken en over de mandoline halen. Mandoline is denk ik het meest gevaarlijke voorwerp uit de keuken. Menigmaal gehad dat je je vingers daar aan opensnijdt. Want het is, hij is nu dicht. Je haalt daar, daarom hebben ze zo'n dingetje erbij gedaan. Haal je hem iets mee over een lijmscherp, heel dun mes. Waardoor je hele dunne plakjes kan snijden van 1, 2, 3 mm. Heb je dat nou niet, kun je het gewoon met een scherp mes ook doen. Wat heb ik nou nog meer nodig? Nou, zoals ik zei, rozenolie. Dus dat heb ik alvast gemaakt. Dat is een mengsel van goede olijfolie en dit spul, die kun je gewoon krijgen bij de supermarkt, rozenwater of rozenaroma. Gebruik daar echt heel weinig van, echt, nou, milliliter werk, nog niet eens een shotje. Verder heb ik nodig een shallotje, die gaan we inleggen, dus dan heb ik ook nodig natuurazijn en witte suiker en water. Voor de garnering heb ik wat hazelnootjes, die gaan we fijn hakken of fijn slaan en wat rucola. Maar eerst even wachten tot de bietjes gaar zijn. Vind je deze bietencarpaccio nou een leuk gerechtje en denk je, ik ga dit maken met kerst? Vergeet dan niet even om te abonneren en te liken. Of denk je, nou, dit vind ik niks, maar ik vind een ander gerecht misschien wel leuk. Abonneer dan ook even, want dan ben je gelijk op de hoogte van een nieuwe kerstvideo van My Daily Dinner. Oké, giet je bieten af als ze klaar zijn met koken na ongeveer een half uurtje. En laat ze even uitstomen in een vergiet. Dan gaan we ondertussen een zoetzuur maken. Dat betekent, ik heb een pannetje, een klein pannetje met een laagje water. Eén deel water, ik heb hier één deel azijn en ik heb één deel suiker. Breng we aan de kook. Dan gaan we een shallotje snippen en daar gieten we het op. Terwijl dat warm wordt en de suiker oplost, snipper ik even een shallot. Zo, heel dun in halve maandjes. Stevig bakje dat wat hitte kan hebben. En daar doe ik ze in. Dit is onze pekel, of onze zoetzuur. Suiker is opgelost, azijn en water zijn gemengd en dat gooien we dan heet op onze eitjes. Appeleur er maar op, is ook leuk toch? En dit laten we dan even ook een half uurtje staan. Dan kunnen we tijdens dat half uurtje, of kwartiertje mag ook, gaan we even de rest van ons gerecht afmaken. En dan begin ik met twee bieten, warm nog. Liefst wil je deze koud, maar die gaan we dan vast even schillen. Hoe langer je de biet, hoe gaarder de biet is, hoe makkelijker de schil eraf gaat. En hoe kouder de biet, hoe makkelijker het schillen gaat. In principe hoef je hier eigenlijk geen schiller voor te gebruiken. Zou dit moeten kunnen met een, je weet het nooit, het is fucking heet. Kijk, zo ziet dan een chuggia biet er van binnen uit. Heet. Chuggia biet is dus met mooie kringen. Nou, die laten we dan heel eventjes afkoelen. Dan bak ik even een bakje. En mijn mandoline stel ik in op 2 mm. En dan begin ik met de blote hand en ga ik daarna met dit houdertje verder. Zo, nou die zijn mooi. Dan de gele. Ga ik ook weer met de hand. Zo. Zo genoeg. Even de lelijke stukjes weg. Nou, dit laten we dan even afkoelen. De rucola maak ik een heel klein beetje aan met een knoflook chiliolie. Dan heb je ook de spiciness in je gerecht. En dan heb ik hier nog mijn hazelnoten. En dan doe ik er nog een klein mesje doorheen. Wil je dit nou met grote hoeveelheden doen, doe het dan in een schone theedoek en sla dan even een paar keer op je werkblad. Dan worden die dingen vanzelf klein. Zo, ons kerstmannenbordje. En dan gaan we die even bekleden met om en om geel en dan weer chuggia biet. Even kijken, dan doen we het even dat ze het kerstmannengezichtje nog zien. Even hier een dubbele, zo. En dan leggen we hier nog een mooie gele op. In het midden nog twee. Dan heb ik onze mooie
goede olijfolie met rozenaroma. Niet te veel. Gebruik echt niet te veel van het rozenaroma. Wat mooie blaadjes rucola. Daar sprinkelen we de hazelnoten overheen. Mag ook andere noten zijn hoor. Dit is hazelnoot heb ik. Het is ongebrande hazelnoot. En dan giet ik nog even onze pekel af. En dan zie je dat die shallot mooi lichtroze is geworden. Is dat het mooie lekkere zoetzuurtje. En dan is het tijd voor onze finishing touch. Heel klein beetje grof zeezout. Een klein slagje peper. En dan is dit onze bietenbende. Vond je dit nou een leuk gerecht en denk je, dit wil ik ook maken of ik wil meer van dit soort gerechten zien? Vergeet dan niet om even te abonneren en te liken en dan zie je binnenkort meer. Denk je nou, wat lult die gast, ik moet hier niks mee, dan zou het me alsnog heel erg helpen als je abonneert. Dus doe dat alsjeblieft. Tot de volgende. Fijne kerst.